we hebben een lessenserie rondom smarties gedaan. En om ze te motiveren heb ik gewoon een prikkelende opmerking erin gegooid dat Frans en ik samen een doosje smarties hadden gegeten. En dat Frans naar de rand tegen mij zei, ik heb er lekker meer op als jij. Nou, dat was voor de leerlingen natuurlijk wel het moment om haar hart uit te lachen. Maar ook motiverend om te gaan kijken, hey, klopt dat nou? Ik zit in het ene doosje meer smarties als dat in het andere doosje. En, ja, daarmee zijn. Ja, we hadden voor iedereen een doosje smaakjes. Ja. 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 Dus iedereen kreeg zijn doosje en dan dia 2. Ja, dia 2 gaan ze dat op hun tafel schudden. Gooien ze inderdaad de smarties op de tafel en dan merken ze al heel snel van, jeetje, het zijn er wel heel erg veel, krijgen ze het eigenlijk moeilijk geteld. En doe ik zelf eigenlijk het voorstel van, hey jongens, we kunnen het ook per kleur gaan tellen. Dus dan gaan ze sorteren naar kleur. Ja. Bij dia 3 zie je dus inderdaad Edwin, die is zijn blauwe smarties aan het tellen en komt erachter dat hij 12 blauwe smarties heeft. Nou, dat zijn er wel veel. Ja. Dat is al behoorlijk telwerk, hè? Ja. Ja. Okay. Ja. Wesley die baalde daar heel erg van, dus bij dia 4 vraag ik ook bewust aan de kinderen van, hey, welke kleur wil jij tellen? Want Wesley had goed in de gaten, hey, shit, ik heb er maar 2 blauwe smarties en Edwin heeft er 12, die heeft er meer. Ja. Dus die kiest bewust voor geel om te tellen, juist omdat hij daarmee Edwin een beetje de loef af kan. Hij weet gewoon dat hij wint. Dan steken van, die heb ik meer dan jij. Ja. Nou, dat zie je ook in de foto heel duidelijk terug. Ja. Tamara daarentegen heeft heel andere motieven bij dia 5. Om een kleur uit te kiezen. Die kiest bewust voor roze. Want? Omdat ze het heel moeilijk vindt om te tellen. En ze ziet al heel snel van roze zijn er maar 2 en die krijg ik geteld. Dus ja, die is helemaal niet met de andere kinderen bezig. Die is gewoon bezig met wat ze zelf aan kan. En, in die zin beschermt ze zichzelf tegen falen. Hè? Ja. En dat zie je natuurlijk bij die kinderen wel vaak. Ja. Ja. Bij Tamara is overigens ook de manier om haar aan het rekenen te krijgen, doordat ze zelf mag kiezen wat ze mag tellen. En dan durft ze het aan. Ja. Dia 6. Ik heb de kinderen bewust de cijfers op laten schrijven, ook om ze een beetje te frustreren in het schrijven van de cijfers. Dat vinden ze hartstikke moeilijk. Sommige kinderen hebben ook hulpmiddelen nodig om de cijfers te schrijven. Want dan zitten ze ook echt, zoals je ziet, Michel die niet meer weet hoe je de 9 schrijft. Die loopt naar de klok om dan te gaan zoeken van, hé, wat is ook alweer de 9? En dan, dan lukt het hem wel om het op te schrijven. Nou, dat is wel mooi dat hij dat mag natuurlijk. Dat hij dat en ook doet, hè? Ja. Ik heb bewust de kinderen niet gecontroleerd of ze de cijfers goed schreven, maar toch wilde ik ze zelf een controlemiddel geven dat ze nou vooral zichzelf konden controleren. Dus vandaar ben ik de cijfers op het bord gaan schrijven. En of ze het nou wel controleerden of niet controleerden, dat deed voor mij eigenlijk niet toe, maar ze konden het in elk geval controleren. Nadat iedereen alle kleuren, of alle smarties geteld heeft en we alles op het bord hebben geschreven, hebben we nog even kort wat opmerkingen en wat vragen erover gesteld van goh, van welke kleur had je nou de meeste en wie had van een kleur de meeste. Maar standaard in de gaten van hey, van geel heb ik het meeste en wijs er dus ook even aan. Aan de hand van het getal ziet hij het bewezen. Ja. Ja. Ja, dus niet meer naar aanleiding van de smarties op zijn tafel, maar hij is ook echt naar het bord gelopen, heeft daar gestaan, oh ja, ik had er het meeste van geel. Daarom ook bewust de kleur krijtjes ook zo gebruikt. Ik heb nog wel even de leerlingen geprikkeld om ze allemaal te tellen. En Edwin die is per smartie een streepje gaan zetten. En ja, daarna ging hij ze weer tellen. Ja. Kwam vervolgens ook tot de conclusie dat dat ook moeilijk was. Maar zo, dus, eerste aanzet op turf ook, hè? Ja. Ja, het is toch weer even prikkel om ze toch om de aantal te Maar hij vindt daar ook zelf iets op waarmee die greep krijgt op die dingen. Een beetje geordend. Ja. Mooi. En als afsluiting van de les hebben we het weghaalspel gedaan. Dan zie je dat in eerste instantie de leerlingen dat heel moeilijk vinden. Van ja, hoeveel zijn er nou weg? Maar ze gaan dan toch zelf ontdekken van, nou als we ze op een bepaalde manier neerleggen, dan wordt het veel makkelijker voor mij.
En dat lukt ze dan ook. En dan kregen ze er steeds ook één bij, hè? Als ze het goed hadden, kregen ze erbij, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat lukte. Ja, dan zie ik op de foto die, die enthousiaste reacties als het dan lukt, hè? Ja. Dia 11. Ook Wesley, die had er aan, in eerste instantie heel veel moeite mee om zelf een structuur te bedenken. Maar je ziet dan toch dat hij iets bedacht krijgt. En als het hem dan lukt, ja, dan is hij gewoon kei. Ja, dan als het feest. Kei blij. Ja. Enthousiast kopie. Ja. Dat was de eerste les, hè? Ja.